Ik heb bewondering voor een huisarts. Binnen 7 minuten moet hij de patiënt aanhoren, tevreden stellen en een diagnose stellen. Dit lijkt me een vrijwel onmogelijke opgave. En dan vraag ik me af, kan zo'n man of zo'n vrouw niet geholpen worden door een stukje digitalisering? Door databases, natuurlijk. Hij heeft een database met alle patiëntinformatie, met een hele anamnese. Maar zou hij nu geholpen worden met inzicht in alle mogelijke scenario's voor de gezondheidszorg? Voor de diagnose, zoals we bijvoorbeeld zagen bij Watson van IBM. De hersencapaciteit is beperkt, maar digitalisering kan erbij helpen. En hetzelfde zien we ook gebeuren in meer facetten van ons leven. Bijvoorbeeld bij de winkels, waar je ook geholpen wordt om tot de juiste oplossing te komen van jouw probleem. Eigenlijk hetzelfde als we zien in de gezondheidszorg. De belangrijkste doorbraak kwam eigenlijk 1 jaar of 20 geleden. Toen ging je niet meer medicijnen studeren, dat was wel betekers. Maar je ging geneeskunde studeren. Met andere woorden, patiënten beter maken. En patiënten helpen in dit proces. Eenzelfde beweging zagen we ook binnen de retail. Waarbij we niet meer bezig waren met het verkopen van producten. Maar het helpen van het kopen van klanten. We gingen praten over een customer journey. Welke stappen zijn te herkennen in het koopproces. Misschien moeten we ook gaan praten over een patiënten journey. Van het eerste moment dat hij of zij binnenkomt bij de huisarts. En daarna het hele proces netjes in kaart gebracht en toezichtelijk ook voor de patiënt. Een patiëntenjourney die elke keer de vervolgstap aangeeft en onderbouwd is met database informatie. Of, zou jullie zeggen, het patiëntendossier die netjes te volgen is en waarbij je weet waar je aankomt. Ook kan er meer informatie verschaft worden door links te maken met relevante websites. Die informatie gaan verschaffen en je vertellen wat je ook nog meer zou kunnen doen om te genezen, los van medicijnen, maar misschien met alternatieve geneeswijzen. En hetzelfde zien we ook in de retail, waarbij je kunt gaan zoeken naar oplossingen. En eigenlijk is deze combinatie heel mooi. Dan kun je leren van wat er gebeurt bij de retail en dat de retail kan leren wat er gebeurt in de gezondheidszorg. En dan zien we eigenlijk 3 stappen die moeten doorlopen in het hele proces. 1. Digitalisering kan leiden tot efficiëntie. 2. Digitalisering die kan leiden tot een betere kwaliteit van de dienstverlening en van de zorg. En 3. Disruptie. En disruptie houdt gewoon op een andere manier vormgeven aan de hele dienstverlening. En daar wil ik met u graag over gaan praten. Op 3 oktober tijdens het Mobile Health Congres. Wat kunnen we leren van de retail en wat kan de retail leren van gezondheidszorg? En dan ga je praten over patiënten, je gaat praten over klanten. Maar misschien staat het centraal niet patiënt, maar patient. Rustig zijn en kijken wat de kansen zijn. Tot ziens op 3 oktober.